Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Ik ben een beetje müde. Ja, het is vrijdag. Een drukke week gehad. Leuk hoor. Ja, ontzettend genoten. En lekker weer was het. Ik ben beurtconciërge in Klarendal. En Klarendal is een probleemweek. Eén van de vijf of zo. Het is een prachtige wijk. Heel blij met mijn plek. En ontzettend leuke collega's. En de mensen van Klarendal. Ja, in het begin keken die zo naar ons. Zo van top tot teen. Wat moet jij nou weer hier? Oh, de gemeente heeft weer een plan. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk zeg. Nou, daar zullen we ook alweer niks aan hebben. Maar dat tij is gekeerd. Mensen uit Klarendal die nemen uit zichzelf contact met ons op. Krijgen overal tips binnen over misstanden. Maar het kan van alles zijn. Hè. Van een vrouw die een lantaarnpaal voor de deur heeft staan. En die ding is kapot. Nou, dat geeft haar een onveilig gevoel. En dan belt ze met de gemeente en dan belt ze nog een keer met de gemeente. En dan gebeurt er helemaal niks. En dan zegt ze dat tegen ons. Terwijl wij daar, ja, wij zijn dagelijks op straat. Dus, en dan zegt ze dat tegen ons. Maar dan een paar dagen later is die lamp gerepareerd. Ja, wij hebben de ingangen direct bij de gemeente. Dus. In principe kunnen buurtbewoners ook op dat niveau, hoor. Dus zo bijzonder zijn we ook weer niet. Maar nee, we hebben toch wel iets meer telefoonnummers. Nee, dat is gewoon zo. Echt tientallen nummers en e-mailadressen. Maar deze was vrij simpel voor ons te doen. Konden we melden via internet. En dan komt die melding binnen op de gemeentewerf, zo heet dat dan. En dat is dan BC Klarendal, buurtconciërge Klarendal. Dus dan weten ze ook, het is geen geintje of zo. Ja, dat werkt hartstikke lekker. En vanmiddag heb ik weer gekookt. Dat doe ik als vrijwilliger op Koningsjacht van Sisa. Spaghetti carbonara gemaakt. En even een pittig e-mailtje gaan sturen aan degene die verantwoordelijk is voor de inkoop. Ik zal verder geen details vertellen, maar volgens mij zit ze mij te pesten. Ze heeft een hekel aan me, dat weet ik. Ik heb daar eerst een jaar lang schoongemaakt. En dat is een zware locatie om schoon te houden. En nu ben ik daar weg. En ja hoor, dan heb je stoffige dispensers. En dat zijn in de toiletten, in de personeelstoiletten. Dan heb je dispensers voor de zeepen en ook voor de, weet ik veel, ontsmettingsmiddel. En, ja, dus een medische instantie. Ja, die dispensers waren stoffig allemaal. De dispenser met de doekjes, en die was leeg. En de toiletborstel, die houder, ja, stoffig, jongen. En ik had natuurlijk nog even kunnen kijken wat er dan in dat bakje zit als je die borstel eruit haalt. Maar dat weet ik dan nou al. Er zit allemaal geel-bruine meuk zit erin. Gadverdamme. Maar ja, die slechte schoonmaker, die perrieën, die hebben we gelukkig niet meer. Oh ja, en spinnen. In mijn dagen had je als spin een overlevingsduur. Want ja, als je op vrijdag, net als ik de deur uit ben, als je op dat moment als spin naar binnen liep, nou, dan heb je ongeveer 2 dagen. Ben je zo dom om in de loop van de nacht naar binnen te lopen of zo, dan heb je maar een paar uur. Ik heb me daar wat spinnen naar de andere kant van de eeuwige jachtvelden geholpen. Ja, het is in het bos, hè? Dus daar heb je net. Denk ik hoor, dat het daardoor komt.
En die vrouw die dus nou de inkoop doet, die werkte er toen ook al. Oh, wat deed hij vervelend tegen mij. Ja, die mocht mij niet. Vraag me niet waarom, maar die mag me niet. Ik had besteld voor die carbonara. Ja, hoe moeilijk kan dat nou zijn? En wat heb je nou nodig voor een carbonara? Echt helemaal niks. Wat je moet hebben is... Ik had gevraagd om 600 gram Parmezaanse kaas. Maar ja, dan praat je over 10, 20 mensen. Zeg maar 50 gram Parmezaanse kaas per persoon. Nou, een anderhalf ei heb je nodig per persoon. En dan een ons spek. Ja, het liefst heb je van die lekkere huppeltje-pup spek uit Italië. Maar ja, dat snap ik ook wel dat ik niet kan. Dus dan vraag ik om speklappen. Nou, en dan kom ik eraan. Dus, dat was alles, hè? Meer heb je niet. Ja, olijfolie moet je hebben. Spaghetti carbonara, als je die plain doet, jongen. Dat is hartstikke simpel. Ja, dan kom ik eraan. En, geen Parmezaanse kaas. Oh, dat is leuk. Ja. En de speklappen, die waren er ook niet. In plaats daarvan had mevrouw de geniale inkoper gerookte spekblokjes gekocht. Ik kan dat mens wel weggaan. En dat doet ze, dat flikt ze iedere keer hoor. Dus ook een keer zou ik iets gaan maken, een soort bolognese-achtige toestand. En ik had gevraagd om blikken met tomatenmeuk. Ja, zegt ze, dit heb ik dus gekocht, hè? En dan krijg ik allemaal potten met kant-en-klare saus erin. Ik zeg, ik vroeg alleen maar blikjes met tomaten. Ja, zegt ze, maar ik dacht, dit is wel lekker. Ik denk, daar koop ik dan maar in. Nee, je zit gewoon te pesten. Je zit gewoon te treiteren. Oh, wat een mens. En ik weet dat in Arnhem, dat er satanisten, of hoe je die lui maar wil noemen, met die zwarte missen en al die sekstoestanden met kinderen. En, ja, die zijn hier in Arnhem actief. Die zijn in elke stad actief. En ik weet ook dat ze zich ingeschuurd hebben in... Ja, in zorginstanties. Waar ze prima gedijen. En waar ze meewerken aan allerlei soorten fraude, natuurlijk. Maar goed, daar wou ik het niet over hebben. Het gaat gewoon goed met mij. Ik heb heerlijk gekookt. Ze zaten te schransen, jongen. Oh ja, en even hoe je het doet. Dus eigenlijk wat ik van plan was. Ik was van plan om die speklappen in dunne reepjes te snijden. En ze dan te marineren in olijfolie met, ja, ik denk sterrenijs doe ik erbij. En oregano en misschien iets paprikapoeder. En je maakt er maar wat mas aan. En dan een uur, ja, kan het makkelijk marineren. Zoveel tijd heb ik wel. Dan eigenlijk een uur lang marineren, gewoon in het zonnetje. Die ga je aanbakken in de pan. Daar die gebakken spekjes, daar haal je er allemaal uit. En dan knikken je daar de gekookte pasta in. Die roer je lekker door het overblijfsel, hè? Met de spek gebeuren. Dat vet. Dan knik je de spekjes terug erin. Dan ga je weer lopen roeren. Dan haal je de pan van het vuur. En dan maar lekker kalm aandoen. Laat maar een beetje afkoelen.
En dan knikker je dat mengsel erin van die zoveel gram parmezaanse kaas en anderhalf ei per persoon. Dus als je met z'n tweeën bent, heb je drie eieren nodig. En die parmezaanse kaas die heb je van tevoren even klaargemaakt. Je roer je door dat eimengsel, die eieren heen, klop je lekker op. Knikker je gewoon over de boel heen. Nou, en even proeven, peper erbij, een beetje zout als je wil. Ben je klaar. Maar ja, dan krijg je gerookte, hele kleine 4 bij 4 millimeter stukjes spek. En het is dan ook nog gerookt. Jeetje. Ja, wat moet je dan? Dat is een hele overheersende smaak. En ja, dan smaakt alles naar gerookt vlees. Oh. En dan maakt het niet uit hoor. Ik heb het wel afgemaakt. Ik ben dan denk, nou, dat doe ik maar helemaal anders. En hoe ik het heb gedaan, ja, dat ga ik niet vertellen, want dat is een walgelijk stom recept. Wie neem je nou gerookte spekblokjes? Ik denk dat zelfs de hond het niet wil vreten. Nee, waar ik het over wil hebben, is mRNA. En ik wil het even kort uitleggen met wat het nou is. Wat ik denk dat het is. En mijn kennis heb ik gebaseerd op virologen en epidemiologen. En die interviews hebben gegeven bij Black Box en Blue Tiger. En wat heb je nog meer? De Truman Show. En informatie van Amerikaanse sites zoals Lou Rockwell en First Amendment Radio. En nog meer belangrijke. Nou, heb je het wel eens een beetje gehad. Oh, en een beetje kijken op Wikipedia. Ja, wat ik ervan begrepen heb, is dat messenger RNA, dat is een boodschap, een code. Je kan, ja, een recept, zou ik eigenlijk kunnen zeggen. Het is een recept op basis waarvan een cel een bepaald iets kan gaan produceren. In dit geval bij die spijkereiwitten die op die coronavirusdeeltjes zitten. Dus een corona is een soort pingpongbal. En er zitten allemaal spijkers ingeprikt. Spike proteins. Met zo'n plat kopje aan de bovenkant. En de code om die eiwitten te genereren, die staat in het mRNA. En de vraag is, welke cellen gaan daarmee aan de slag? Nou, er is niet echt onderzoek naar gedaan. En het vermoeden is dat 2% van het mRNA dat belandt in je hersenen. En dan gaan je hersenen gaan spijkerproteïnen maken. En spijkerproteïnen, die zijn cytotoxisch. Dat is een toxine. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je zo ziek wordt van zo'n coronavirus. Het is een familie van virussen hoor. Er is niks mis mee. Het is al heel lang bekend. Het is een bepaald soort virus. En die eiwitten, die spike proteïns die er allemaal zo uitsteken, ja, die zijn toxisch. En daar word je ziek van. Nou, en dan gaan je bijvoorbeeld je hersencellen, ja, of cellen aan de bloedvatenwanden, hè? Van die bloedvaten heb je allemaal lopen. Ja, die kunnen ook zo'n mRNA-boodschappen. Ga ik dit maken? Wat is het eigenlijk? Ja, die cel weet helemaal niet wat die doet. Die maakt het gewoon. En die maakt vervolgens toxisch materiaal. En dat wordt gesignaleerd door je afweersysteem. En je afweersysteem gaat vervolgens die producent van die toxine opruimen.
Het afweersysteem doet dus kennelijk niet aan dweilen met de kraan open. Nee, die gaat op zoek naar de bron en die bron wordt uitgeschakeld. En ja, dan worden er dus cellen in je bloedvaten getermineerd door je eigen afweersysteem. En ook hersencellen. Ja. De mensen die zich hebben laten inspuiten met dat mRNA, met die mensen heb ik te doen. En ik hou mijn hart vast. Door mensen in mijn directe omgeving die het lijkt wel of ze een beetje veranderd zijn. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. Vergeetachtiger. Minder aanwezig. Dat was er dan laatst. Er was iets gebeurd bij een bushokje. En die persoon die zei van ja, en dit was weer aan de hand, hè? Weer bij dit fietshok. Ik zei tegen hem, bushokje? Ja, zei hij, wat zei ik dan? Ik zei, je zei fietsenhok. Het is geen fietsenhok, het is een bushokje. En dan kan je zeggen, dat is een kleine verspreking. Het kan ook nog zijn dat het van iets heel anders komt. Toeval is. Maar het kan niets anders zijn dan slecht nieuws voor je lichaam. En daarbij genomen dat de werking van de injectie helemaal niet vaststaat. Want Pfizer, dat is een van de producenten, die heeft dan een keurige test opgezet en een groep mensen genomen en die zijn niet ingespoten met het Pfizer-spul. En een groep mensen die zijn wel ingespoten met het Pfizer-spul. Die groep mensen die niet met het Pfizer-spul zijn ingespoten, die hebben wel een injectie gehad. En meestal gebruiken ze daar die isotopische zoutoplossing. Och, dat kan ik nog weten. Ja, kortom, daar heb je geen last van. Je krijgt een beetje zout water ingespoten, dat is alles. En er moet een beetje zout in zitten vanwege het feit dat je in je lichaam zit nu een keer zout. Die osmotische waarde of zo heeft daarmee te maken. Nou, dan hebben ze die test, hebben ze een aantal maanden die mensen gevolgd. Hè? Dat is mooi. En toen hebben ze geconstateerd, prima hoor. Dat is niet gevaarlijk. Nou, toen hebben ze de test afgesloten. En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze de controlegroep allemaal ingespoten met het vaccin. Ja, dat betekent dat je die mensen op langere termijn, dus niet, op langere termijn heb je dus geen controlegroep. Dus Pfizer heeft ervoor gezorgd dat er geen lange termijn effecten aangetoond kunnen worden. Ja, maar lange termijn effecten, dat zijn nu juist de effecten waar je beducht op moet zijn. Kijk, als je iets hebt en dan rij je op korte termijn, lig je dood op de planken. Ja, dat heeft iedereen het in de gaten. Het gaat juist om die lange termijn effecten. En in de anticonceptiepil. Als jij die pil slikt als vrouw, heel trouw. Ja, de eerste paar jaren merk je er helemaal niks van, hoor. En zelfs heb ik gehoord van vrouwen van nou, ik vind het eigenlijk wel lekker, want dan is mijn hormooncyclus helemaal gereguleerd. Ja, op een debiele manier natuurlijk. Maar het schijnt dat je dan minder menstruatiepijnen hebt of zo. Nou, oké. Ja, dat is dan leuk. Het lange termijn effect is dat je aanzienlijk hogere kans loopt op de diagnose
Borstkanker. En dat weten we omdat er vrouwen zijn en die slikken die pillen niet. En die vrouwen hebben beduidend minder vaak borstkanker. En als alle vrouwen aan de anticonceptiepil gaan, dan kom je daar niet achter. Dan denk je, oh ja, steeds meer borstkanker, nou grazig. Ja, en dan heb je helemaal geen flauw benul waar het vandaan komt. Het kan ook van de vliegtuigen komen. Of weet ik veel, te veel alcohol drinken als het 's morgens vroeg is. Dat kan overal aan liggen. Hè? Maar nu weten we het. Want er zijn vrouwen geweest en die hebben geen... Ja, die slikken die pillen niet. Ja. Nou, ik ben een mooie korte. Als je het leuk vindt en je wilt er meer van weten, want ik ben nog veel meer te vertellen over al die biochemie die erachter zit. Thank you, good night. Doe maar een like. En als ik nog één keer een dislike krijg, hè, dan stop ik totaal met dat hele YouTube. Ik wil nooit meer een duimpje omlaag zien. Dan is het afgelopen. Dat je dat ook even weet. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En dag lieverds.